Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Gisteren belde ik op naar Annie Roos, de Roos van de Breeklijn. Ik zei tegen haar: Annie, wordt een beetje wind voorspeld. Gaat het wel door morgen? Waarop Annie het antwoord gaf: hallo, wij zijn Rotterdammers. Natuurlijk gaat het door. En ik zag net dat de ANWB heeft gezegd dat u niet meer de weg op mag. Misschien kunt u niet terug naar huis. We hebben hier vaker overnachtingen geweest in de Breeklijnkerk. Ik weet dat dat voor Annie geen probleem is. Maar ik moest wel van haar aan u allen vragen, omdat ze zegt dat een hoop mensen van hun zeer te begrijpen niet bij konden zijn vanwege het warme weer, of u allemaal in het middenvak wilt zitten. Dat is voor het koor en voor de dirigent ook fijn. Dan kunnen we ook samen zo met elkaar gaande houden. Dan vormt u zeg maar koor 2 daar rechts voor. Ik zou zeggen, neem daar een minuutje voor, Wim, dat ze er allemaal zitten. Bij elkaar, minimaal één keer per jaar en altijd met veel plezier, want met u samen.
Gods wil. Hemelse Vader, te midden van een wereld die woedt, vinden wij hier rust bij u. Is het bij u onder uw vleugels heerlijk komen. Vader, wek ons op. Wek ons op met uw Heilige Geest. Dat we ook daders mogen zijn van uw woord. En dat het eigenlijk als vanzelf gaat, omdat u in ons hart leeft. Vader, hebben we al eens momenten in ons leven dat het even niet zo gaat zoals we willen. Die dingen lastig zijn, weerstand hebben. Geef dat we dan vertrouwen op uw hulp. Soms, Hemelse Vader, is het zo dat we ontzettend fantastisch blijven. Dat we leven op de piek. In grote vreugde. Geef dan ook dat we niet uit het oog verliezen dat u er bent. En dat een zegen is voor u. Vader, geef dat in ons zingen voor en met elkaar. Dat we daarin mogen ervaren dat we één lichaam zijn. Christus. Dat we er opgewekt door mogen worden. Vader, geef dat de muziek zo mag klinken als gewijde, aan u toegewijde muziek. Dat het mag klinken als muziek zoals
Psalm 46. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijs van die jonge vrouwen, een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet. Daarom vrezen wij niet al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar koken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt, de aard zit. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van jou. Kom, kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. Wereldwijd want Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van jou. Lof zij Christus tot in eeuwigheid. Laat ons zingen. Eeuwig woord, u willen wij zingen.
broeders en zusters, mensen van wie God houdt. Stelt u zich hier vanmiddag nou eens voor dat we hier niet zo bij elkaar zitten. Ik hier, en u helemaal daar, daar. Probeert u voor te stellen dat er ook geen organist is en geen dirigent. Maar dat we gewoon bij elkaar aan tafel zitten. De keukentafel, of ergens in de huiskamer, de stoel, de bank. Tegenover elkaar. En dat we met elkaar delen het leven. En met God. Zorgen die je kan hebben over het leven. Dit geweldig mooie, zo rijke, ook zo gezegende leven. Maar het is ook het leven wat wel eens zijn tegenslagen kent. Zijn moeite. Als we dan zo bij elkaar zitten, dan is dat vaak hetgeen wat je dat doet. Misschien zit je hier vanmiddag met een gevoel eigenlijk daar helemaal niet zo ver vandaan. En bent u hier gekomen om vanmiddag tegen de wind in, tegen de storm in van het leven, om jezelf ook wat hoop in te zien. Omdat zitten ook echt blij maakt. Omdat zingen ook is elkaar dragen. Dat als je ontroerd bent en de adem in je keel stopt, om wat voor reden dan ook, dan heb je hier een organist die meeneemt, een dirigent die verder gaat. Want wie van ons heeft dan niet eens die ervaring dat de toon van de lofzang er even niet meer gaat? Is God er wel voor mij? Kent hij mij wel? Afgelopen week had ik een hele gekke week. Ik sprak iemand die al wat ouder is en die mantelzorg verleent. En die stond even helemaal stil, geblokkeerd in het leven. En dat kon ik zo begrijpen. Die zei tegen mij, ja, aan de ene kant krijg ik opnieuw steeds te horen dat ik zoveel geld kost. En dat de hoeveelheid zorg die mijn man nou nog heeft, dat we dat eigenlijk niet kunnen betalen. Niet kunnen. En het gevoel zat er bij haar iets van, als je het niet kan, misschien wil je het eigenlijk niet, misschien vind je het niet waard. Die dingen liggen dan heel dicht bij elkaar en dat begrijp je denk ik wel. En in dezelfde week zo'n berichtje, zijn heel veel mensen die voelen zich eenzaam en niet meer geteld in het leven, en die voelen zich eenzaam en die ervaren hun leven als voltooid. Zelfde week, die twee berichten. En weet u, dat vind ik gewoon een hele vreemde schaar. Afgelopen week zei diegene door de telefoon, ik voel me afgedankt. En men wantrouwt mij omdat ik oud ben. Men denkt ook gelijk dat er misschien wel iets met mijn hoofd is. Ik hoop zo dat het niet uw ervaring is. Sommige jongeren branden op door de eisen die aan hun gesteld worden of die je misschien wel jezelf oplegt. De economie draait fantastisch, werkloosheidscijfers zijn nog nooit zo laag geweest. Maar er is ook nog nooit zoveel eenzaamheid geweest. En mensen voelen zich heel ongelukkig. Geld is niet alles. Stel nou eens dat we dat gesprek hebben met elkaar, dus hoe zitten wij dan bij elkaar? We hebben het ook over de prachtige dingen, over het geluk, over de schoonheid, over de liefde, de rijke zegen. Maar ook over die andere kant. En God. Dat is nou het moment dat je die psalm moet gaan lezen. God is een veilige schuilplaats. God is een betrouwbare hulp in de nood, in alle nood, wat er ook gebeurt. Al vallen bergen om, je hoeft niet te vrezen. Er is die stad van God, die heilige woning, en die stort niet in, die blijft staan. Het staat boven deze aarde. En die God die daar woont,
U en ik met God, de Geest verbonden. Het is nog waar ook. Gemeente, we zitten hier vanmiddag niet alleen. God heeft ons bij u gebracht. Want naast u zit iemand voor je, achter je, die voor u, voor jou, de lofzang gaande houdt, die voor jou zit. Daar staat een dirigent die zegt, kom op, er is meer in het leven. De Heer leeft. Christus is opgestaan. We hebben een organist die het vuur van de geest heeft op een manier die uniek is. Dat betekent veel, maar het is niets. Hij is er ook vanmiddag. Voor u allemaal. U bent het lichaam van Christus die deze boodschap heeft. Ja, daarboven is een heerlijk oord en engelen zingen daar. En hou vol. En er is een Heer die ons is voorgegaan, die jou is voorgegaan. En die weet zelf ook wat lijden is, wat onrecht is, wat pijn is. En wat genieten is en wat mooi is. En wat liefde is. De liefde die hij heeft voor ons. Voor zijn hemelse Vader. Met hem is God in ons midden, die onbegrensd trouwe majesteit. En wij mogen lopen in zijn licht. Gemeente is de vreugde in het geloof dat uiteindelijk toch niet zoveel groter. Omdat we weten, onze God is de Heer van de hemelse macht. Dat die God van je aan. Onze burger.
u zult begrijpen, we zijn met wat minder mensen. Dus dat roept op tot grotere verantwoording, zou Annie zeggen. En Annie Roos zegt zelf altijd tegen mij, ik word een dagje ouder. Dus een zware collectezak, dat kan ik niet meer tillen. U begrijpt wat zij daarmee bedoelt. Maar tijdens de collecte zingen wij met elkaar kroon hem met gouden kroon. Geef ook Heer dat we die woorden van de psalm, dat we dat
zoveel plekken ook uw evangelie niet meer klinkt. Dat er van die witte vlekken komen. Heer, dat doet ons verdriet. Geef dat men dan ook ons weet te vinden. Hier in de Breedlijn en al die andere plaatsen. Waar uw evangelie in al haar rijkdom verkondigd wordt. U bent opgestaan. U heeft ons lief. Dus we danken wij u. In naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Gemeente, er zijn een aantal mensen die ik dan hier mag bedanken vanmiddag. Allereerst een huishoudelijke mededeling. Ik vind het altijd heel leuk om bij de uitgang allemaal mijn hand te geven. En u allemaal te horen van Goddomeren voor de dienst, bijvoorbeeld. Maar dat is lastig, want een uurtje voordat de dienst begon, kreeg ik een appje binnen van mijn collega uit Leiden, die bij mij in Delft de avonddienst zou verzorgen om 7 uur. Dat hij het niet redt, want hij vindt het erg hard waaien. En toen zei hij, ja, jij bent toch in de buurt. Ik zeg, ja, ik ben alleen maar in Rotterdam. Dus u zult begrijpen, ik wil Wim ook even voorstellen, Wim. Dat is denk ik niet zo'n punt. Mag na het slot niet gelijk de zegen in. Want dan vlieg ik naar de auto en met gestage spoed ga ik dan naar het verzorgingshuis van Wieslandhof, waar de avonddienst dan zal plaatsvinden. Ik wens u allemaal dus wel thuis op een hele gezegende week toe. Zeker dan. Ik wil graag de koorleden allemaal bedanken van de Bethel Kerkkoor onder leiding van Wim de Penning, dat u hier allemaal gekomen bent. We hebben met elkaar ervan genoten, dames en heren. Fantastisch.
zijn aangezicht over u lichten en zuiver genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn genade.